Dit jaar bestaat het JENA-plan Onderwijs 100 jaar. Ook hier in de regio wordt een jubileum gevierd. In Malden gaan kinderen al 50 jaar naar JENA-plan scholen. En dat is best bijzonder voor een kleine gemeente. Op basisschool De Vuurvogel laten ze zien wat JENA-plan Onderwijs zo speciaal maakt. 100 jaar geleden ontstond het JENA-plan Onderwijs en inmiddels is het ook al 50 jaar een begrip in Malden. In de jaren 60 tot 80 werd er veel gebouwd in de gemeente Heumen en er kwamen veel jonge gezinnen wonen. Vandaag de dag is het JENA-plan onderwijs nog steeds populair. Twee van de vier basisscholen in Malden zijn een JENA-plan school. De beide JENA-plan scholen groeien en bloeien in deze tijd weer. Dus dat is heel mooi om te zien. Ja. Het JENA-plan onderwijs staat bekend om het samenvoegen van verschillende leeftijden in één klas. Dus op deze school zie je ook kinderen samen zitten in wat wij een stamgroep noemen. Met verschillende leeftijden door elkaar. En het idee daarachter is, en zo werkt het ook. Het idee is dat kinderen op die manier meer met en van elkaar kunnen leren. En dat er ook een sociale structuur ontstaat waarbinnen ze zich fijner voelen en beter kunnen leren. Het JENA-plan is eigenlijk een soort samenleving in het klein. Je komt hier binnen, de school ademt meteen sfeer uit. Het is eigenlijk een soort samenleven, samenwerken. En dat doen we met z'n allen, dat doen we met het team, dat doen we met de kinderen. En ook ouders spelen daar een hele belangrijke rol in. We voeden samen de kinderen op. In het JENA-plan onderwijs is het belangrijk dat kinderen weten waarom ze leren. Op school wordt er daarom veel gebruik gemaakt van wereldoriëntatie. Iets wat je ook steeds vaker ziet op traditionele scholen. Dat is hier tot bloei gekomen, ontwikkeld. En dat betekent eigenlijk heel simpel gezegd dat als je gaat rekenen, dat het leuker is om te rekenen als je bijvoorbeeld een winkeltje hebt en weet wat je met het geld wilt gaan doen, dan wanneer je puur gaat rekenen. En zo geldt dat ook voor spelling en voor taal en voor schrijven en al die schoolse vakken die we nu nog steeds kennen. Kinderen leren door het spel, leren ze eigenlijk de begrippen, gaan ze de wereld naspelen en daardoor krijgen ze ook grip op de wereld. Spelenderwijs en vooral samen leren. Leerlingen van JENA-planscholen zijn vaak heel goed in samenwerken. Ik denk dat kinderen ook echt wel oog hebben voor elkaar, dus voor verschillen, want die verschillen zijn er in de groep als je met drie leeftijden bij elkaar zit. Dus allemaal heel belangrijke dingen waar je later in je leven heel veel profijt van hebt.